Afgelopen vrijdag werden 68 jongeren in koele bloede doodgeschoten. In Oslo vielen 8 doden. De dader is de 32-jarige Anders Breivik. Uit een op internet geplaatst manifest blijkt wat hem motiveerde. Multiculturalisme is de belangrijkste oorzaak van de voortgaande islamisering van Europa. Die heeft geleid tot de islamitische kolonisatie van Europa door demografische oorlogsvoering. In de rechtbank legde hij uit waarom hij zijn aanslag tegen de arbeiderspartij richtte. De rechter citeert de Schutter. Zolang de sociaaldemocraten vasthouden aan hun ideologische politiek, waarmee ze de Noorse cultuur afbreken en massaal moslims importeren, moeten ze verantwoordelijk worden gehouden voor verraad. Je mag je land niet laten koloniseren door moslims. Na de aanslag bleek al snel dat Breivik een groot bewonderaar is van Geert Wilders. Ook Wilders houdt de linkse partijen verantwoordelijk voor immigratieproblemen. Cohen pleit voor een islamitische cultuur in Nederland. Zeker waar de heer Cohen Nederland eerst 30 jaar heeft laten volstromen met zijn islamitisch stemvee. U vertegenwoordigt niet de Partij van de Arbeid, maar de Partij van de Arabieren. Anders Breivik prijst de PVV er maar liefst 30 keer in zijn manifest. Maar in tegenstelling tot de Noor heeft Wilders nooit opgeroepen tot geweld. De Partij voor de Vrijheid kiest voor meer veiligheid en minder immigratie. PVV, lijst 5. Na het bloedbad distancieerde Wilders zich via Twitter snel van Breivik. Vandaag kwam hij met een uitgebreide verklaring. De PVV, nog ik, zijn verantwoordelijk voor een eenzame verknipte idioot die de vrijheidslievende anti-islamiseringsidealen op gewelddadige manier misbruikt. Hoe graag sommigen dat ook zouden willen. Wij zijn democraten in hart en nieren. De Partij voor de Vrijheid heeft nooit en ten nimmer opgeroepen tot geweld en zal dat niet doen. Wij geloven in de kracht van de stembus en in de wijsheid van de kiezer, niet in bommen en pistolen. Iedereen is het erover eens dat alleen de dader zelf verantwoordelijk is. Nogmaals, Wilders roept nooit op tot geweld. Maar de afgelopen dagen rijst wel de discussie of hij zijn retoriek niet zou moeten temperen. Zo zei hij recentelijk in de Verenigde Staten. Ik ben hier gekomen om jullie te waarschuwen. Ik ben hier met een strijdkreet. Word wakker, christenen van Tennessee. De islam staat voor uw poort. Maak niet de fout die Europa heeft gemaakt. Sta niet toe dat de islam hier voet aan de grond krijgt. Ook in Den Haag is iedereen op dit moment vooral voorzichtig met het aanwijzen van verantwoordelijken. Emiel Roemer zegt tegen Dagblad Trouw. Als er morgen een moordenaar op staat die mijn woorden gebruikt, ben ik daar dan ook verantwoordelijk voor? Dat is anders dan na de moord op Pim Fortuyn in 2002. Toen werden linkse politici en journalisten openlijk verantwoordelijk gehouden voor de moord op Fortuyn. Ook Peter Langendam, de voorzitter van de lijst Pim Fortuyn, gooit olie op het vuur. Onder de kop De kogel kwam van links, zegt hij in het Parool van vandaag dat hij Wim Kok, Ad Melkert en Paul Rozemuller verantwoordelijk houdt voor het klimaat waarin de moord kon plaatsvinden. Na de aanslag in Noorwegen is ook GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi voorzichtig in zijn tweet. Nog één keer, omdat het in mijn hoofd niet wil rusten. Hoe ongelooflijk onrechtvaardig was het toen linkse politici en opiniemakers medeplichtig zijn gemaakt voor de daad van Volkert van der Graaf. En hoe kil was het toen moslims overal potentiële Osama Bin Ladens en Mohammed Bouyeris werden gemaakt. Nu is er een kans om dit debat een niveau hoger te tillen en grootmoedig te zijn. Niet met de vinger wijzen dus. Toch heeft Dibi vandaag een kamerdebat aangevraagd over de opvallende raakvlakken tussen de